Ik koos voor elektrotechniek. Mijn vader zei, jongen, doe dat nou maar, want dan kom je altijd goed aan het werk. Maar tegenwoordig kun je alles. Het is een scala aan mogelijkheden wat we ook aan de opleiding voor je. Goed zo, jongens. Dit is wel een van de mooiste locaties van de Loosdrechtsplassen. Ja, dit is een geweldige plek. Dit is een super plek. Het is als woonhuis neergezet. Hier stond vroeger de Veilige Haven. Je kan het nu huren, afhuren. We hebben hier het hele klimaat gedaan binnen. Het is een perfecte locatie. Ja. En aan het water, dit is gewoon een unieke plek hier. Ik zie het. En aan beide kanten zicht ook nog, hè? Ja. Dat is een hele mooie waterwindplas. Mag niet gevaren worden, niet gezwommen worden. En dit is de Loosdrechtse plassen. De eerste plas, de bekende plas in Loosdrecht. Ja, ik zie het. Ja, echt heel mooi. Ja. Maar. Jij ziet er ook wel redelijk als een kast uit, hè? Ja, maar je moet er wat voor doen. Ja. Onder andere 's ochtends vroeg lekker in het water springen en even gewoon je lichaam even boosten. Oh ja, doe je dat echt elke ochtend? Dat doe ik bijna elke ochtend. Niet altijd in het water hier, want niet die gelegenheid wordt me niet altijd geboden. Mm-hmm. Of koud douchen. Ja. Maar hier, nu hebben we de gelegenheid, dus... Erin springen? Ja, wat vind je ervan? Ik heb dat echt nog nooit gedaan. Nee? Nee, serieus niet. Zou het gewoon gaan doen? Ik sport wel veel, maar in koud water... Dat heeft me nog nooit aangetrokken. Jongen, het is lekker. Ja? Als ondernemer, jij bent ook een goede ondernemer, dan moet je ook aan je lichaam denken en af en toe even die boost hebben. Ja. Dus als ik je nou gewoon eens meeneem met water in, dan gaan we het gewoon doen. Kun je onvoorbereid hier zo in? Nee, je kan het niet onvoorbereid doen. Je moet wel een klein beetje wat oefenen, maar als ik bij je ben, dan kunnen we even de ademhalingsoefeningen doen, want anders ga je hyperventileren. Ja. Maar dit ga jij kunnen. Wat we gaan doen, we gaan van die kant gaan we naar die kant toe en we gaan het gewoon proberen. Zwemmen? Ja, je kan hier niet lopen, dus je zal moeten zwemmen. Ja, je zal het alleen moeten doen. Gaat lukken. Ik ga het doen. We gaan het doen. Ja. Kom, omkleden. Wat vond je ervan? Ja, dat is een shock. Ja. Want het was wel lekker. Heel veel mensen zien het als een shock. Maar ik kan echt ondernemers ook vooral aanraden van ga lekker 's ochtends koud douchen. En dit is de overtreffende trap, want dit zijn dingen die niet veel mensen direct doen. Moet je ook echt onder begeleiding doen. Maar je voelt het zelf. Als je dit helemaal gedaan hebt, dan wil je meer. Hoe lang ben jij hiermee bezig dat jij zo vitaal en gezond in het leven staat? Want je bent ook al een enige tijd ondernemer. Ja. Wanneer kwam jij erachter, oké, ik ga die knop omzetten, want ondernemen is stopsport? Nou, dat heb ik eigenlijk al meerdere keren in mijn leven gehad. Dat ik echt zoiets had van, nou weet je wat, nu kom ik in een periode met alles privé, zakelijk. Ik moet nu gewoon even op de rem trappen als het gaat om alcohol, eten, voeding, dat soort dingen. Ik ben nu al een geruime tijd gestopt met alcohol drinken. Ik wilde ook nog wel eens een sigaretje stiekem pakken als ik wat alcohol op had. Dan ga je toch net anders eten. Je hebt meer de lust naar vet en dergelijke, vettig eten. Daar ben ik compleet mee gestopt. En dan merk je ook, of je een ondernemer bent of wat dan ook doet, maar dat je lichaam gaat daar aan wennen. Je bent vitaler, je staat 's ochtends lekker op tijd op. Je hebt meer zin, je hebt meer energie. En dat is een opbouwend iets. Kijk, het is wat je al zegt, een sociaal smeermiddel geworden. En ik daag juist de mensen uit om eens te stoppen met drinken. Niet Dry January, maar gewoon, want er zijn ook mensen die Dry January doen. Die zeggen, ja, ik zie je wel, ik kan gewoon stoppen met drinken. Nee, maar stop nou eens geruime tijd met drinken. Ja, een maandje of 2, 3. Minimaal. En dan zie je dat het vanzelf op een gegeven moment overneemt. En dan denk je, oh, het is zo lekker. Ik wil eigenlijk niet meer anders. Nee. Nou, die periodes heb ik meerdere malen gehad. En nu heb ik tegen mezelf gezegd al een geruime tijd van, joh, ik ga het ook gewoon niet meer doen. Nee. En als ik zeg van, zal ik nooit meer drinken? Zou je zo wel eens een keer voorkomen. Maar voor nu zeg ik gewoon elke dag, want ik doe het gewoon lekker niet. En we gaan het even hebben over jouw bedrijf, Klimaplan. Ja, leuk. Ja, want daar ben je al enige tijd ondernemer van. Ja. Je hebt in het verleden meerdere ondernemingen gehad. Correct. Ja, je hebt ons wat verkocht. Ja, en ook. We zijn hier bij een unieke locatie waar we het juist ook al even hebben gehad. Ja. Klimaat. Ja. Is ook wel een dingetje tegenwoordig. Ja, klopt. Iedereen moet, hè? Ja, iedereen moet. Ja. Warmtepompen,
airco's, zonnepanelen. Correct, een aantal van deze elementen, ja, ben jij ondernemer in. Ja. Succesvol. Ja. Je doet hele grote projecten in Nederland. Groot en klein. Ja, ja, laten we het daar vooral even over hebben. Klimaplan. Ja. Dat is jouw onderneming. Ja. Hoe rol je zo'n techniek in, hè, in de airco's? Hoe maak je dat jezelf en hoe start je daar een bedrijf in? Dat is een hele goede vraag. Klimaattechniek, ofwel airconditioning, wat het vroeger was, zo kennen mensen dat, is een specialisme. En ik ben er eigenlijk als klein jochie bij een bedrijf ooit terechtgekomen, als stage lopen, toen ik mijn elektra op de opleiding deed. Dat bedrijf deed elektra en ook een stukje airconditioning. En eigenlijk ben ik een beetje in dat vak blijven hangen. Want kom je uit een ondernemersgezin vandaan? Deels wel, deels niet. Een horecagezin, dus echt een horecagezin was het. Wel met ondernemersstelling. Mijn broers zijn ondernemer. Alleen, word je ondernemer als ondernemer geboren of word je ondernemer? Ik weet het niet. Mensen stellen vaak de vraag. Ik denk wel dat het in je moet zitten. Het moet in je karakter zitten. Ja. Nou ja, vooral horeca zijn vaak harde werkers, doorzetters. Zeker, hè? Ja. Dus dat zijn, hè, dus vaak zit het dan wel in. Hè? Die krijg je het vanuit huis uit mee. Ja, nou ja, goed. Ik denk wat het belangrijkste is wat je van huis uit meekrijgt. Ik bedoel, het systeem van herkomst noemen ze dat wel eens. Mm-hmm. Is vooral van hoe sta je ten opzichte van mensen. En hoe sta je ten opzichte van oplossingen. Ja, absoluut. Als je dat van huis uit meekrijgt, of je nou ondernemersgezin komt of niet. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje de case is waarop het geboren wordt. Ja, nou, ik denk dat je het goed verwoord hebt. Ja. En toen begon jij als stagiaire in de klimaattechniek. Ja. Ik mocht mee airco's plaatsen en toen had je nog niet van die hele grote airco-bedrijven. Nu heeft iedereen airco en in de auto kan je niet meer bedenken dat er geen airco meer in zit. Dat was godzijdank. Ja, exact. Nou, daar ben ik ook blij mee. Maar vroeger was het een luxe. Dus er waren niet zo heel veel airco-bedrijven. Dus het was echt een specialisme. Mm-hmm. Wie werden dat? Vaak jongens uit elektrotechniek. Die gingen door. Het is een heel specifiek bedrijfstak. Het is een stukje koeltechniek. Het is een stukje elektrotechniek. Airco-systemen, klimaatsystemen moeten netjes opgehangen worden. Dus je moet ook een beetje een timmermans oog hebben. Dus er komen heel veel disciplines bij elkaar op dat vakgebied om iets moois te kunnen maken. Ja. En ik heb zo'n beetje alle technieken doorlopen van zeg maar vriestechniek, grote koelsystemen. Mm-hmm. Zeg maar voor de huishoudens, de kleine airco's, maar ook de industriële systemen, hotels. Dus ik heb eigenlijk een beetje alle vakgebieden doorlopen. Mooi. En had je daar ook een opleiding voor gehad? Of ben je puur door middel van je stage, door middel van doen, is het je eigen gemaakt? Nee. Je moet zeker wel opleidingen volgen. Ik heb zeg maar klimaattechniek ABC. Dat is zeg maar de praktijk. Dat is een stukje theorie en een stukje ontwerpen. Dat heb ik op klimaattechniek gedaan. Dat heb ik op koeltechnisch gebied gedaan. Ik heb post-HBO koude techniek opleiding gedaan. En zeker alle vakopleidingen genoten, want de techniek gaat zo ontzettend snel dat de monteurs die bij ons in dienst komen ook echt geschoold moeten worden elk jaar in techniek. En ook ik moet weer bijblijven, omdat ik anders niet weet wat ik verkoop. Nee, dat geloof ik direct. Ja, dus we moeten, zolang ik in dit vakgebied zit, ben ik jaarlijks bezig met bijscholing. Ja. En in dit vakgebied, hè, want ik kom niet iedere dag tegen, kun je hier wel personeel in vinden? Lastig. Er zijn steeds minder mensen die graag met hun handjes willen werken. En dan horen hoeveel disciplines erbij betrokken zijn. Dat is nogal wat. Klopt. Nou, het lastige is, dat hebben we in de bouw, hebben we daar last van. We hebben elektrabedrijven, of alles wat met techniek of met handjes te maken heeft daar last van. Vroeger, toen ik nog op school zat, toen kon je kiezen uit metaal, hout, elektra, auto, schilderen. Dat waren de disciplines. Ik koos voor elektrotechniek. Mijn vader zei, jongen, doe dat nou maar, want dan kom je altijd goed aan het werk. Maar tegenwoordig kun je alles. Het is een scala aan mogelijkheden, wat ook aan de opleiding voor de jeugd. Mm-hmm. Maar techniek, met je handen werken, maar dan ga je niet buiten staan. Veel te koud en moeilijk. Maar tegenwoordig verdient een techneut buiten bijna meer als iemand op kantoor. Ja, zeker. Ja, dus als je soms de uurtarieven voorbij wil komen. Exact. En dus we kunnen wel personeel krijgen. Want we laten niet zomaar iedereen in ons bedrijf. We willen wel echt een stukje kunnen bieden. Een stukje kwaliteit kunnen bieden. Alleen dat is heel moeilijk. Ja, we gaan ook geen mensen kopen. Daar beginnen we niet aan. We enthousiasmeren mensen. Ze krijgen bij ons een opleiding. Ze worden meegenomen. We werken alleen met echt hele mooie producten. Met hele mooie merken. Maar het is en blijft moeilijk. Ja, dat geloof ik direct. Ze krijgen wel geloof ik een mooie bus, hè? Ja. Ja. Ja, nou, we hebben... Sinds kort, toch? Of? Ja, nou, sinds kort. Kijk, er zijn natuurlijk elektrische auto's. Ik rijd er zelf heen. Vind ik ook dat moet. Hè. We hebben het over duurzaamheid, ook in ons vakgebied, heel belangrijk.
Maar je hebt natuurlijk ook elektrische bussen. Je mag straks denk ik niet eens de stad meer in, nice, als je geen goede bus meer hebt. Nee, dat klopt. Dus wij stappen nu over naar bussen, ID-bus. En we zijn nu bezig met het werven van een aantal servicemonteurs. Het is tweeledig, het is niet om monteurs te lokken. Nee. Maar we vinden ook sowieso dat je mee moet in je tijd. Ik denk dat je straks de steden niet meer in kan als je geen elektrische bus hebt. Nee. Actieradius is goed, ruimte is goed. Ik heb er zelf in gereden. Ik rijd zelf een elektrische auto. Ik zei, ik vind het geweldig. En ik vind dat het ook een beetje bij deze tijd hoort. Ja, ja, zeker. Je moet meegaan in de ontwikkelingen. Exact. En dat geldt ook voor die monteurs. Het is een fantastische bus. Het is groen, het is schoon. Mm-hmm. En ik denk dat we daar wel naartoe moeten met z'n allen. Kun je mij daar eens even in meenemen? Hè? Want airco's. Hoe goed is dat nou voor een woning? Hè? Want we worden de warmtepompen, we hebben het over zonnepanelen. We worden alle kanten opgedrukt als consument zijnde. Hè? Dus voor sommige producten zijn er subsidiepotjes voor. De andere weer niet. Hoe zit dat precies? Kun je me daar eens wat over vertellen? Nou kijk, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Kijk, wij doen zowel wij werken voor de particulieren als voor de grotere bedrijven. We zeggen wel eens, we zijn niet te klein voor het grote werk en niet te groot voor het kleine werk. Als ik het puur even zie op de particuliere kant, je hebt natuurlijk je zonnepanelen, want je wil zelf je eigen elektra opwekken. Je hebt airco's, want je wil toch in een koel huis zitten, want je hebt koeling op kantoor, je hebt je koeling in je auto. Nou, dan ga je niet thuis lekker warm slapen of in de hitte zitten. Maar die airco's, dat is ook eigenlijk een warmtepomp, een lucht-luchtwarmtepomp. Dat weten heel veel mensen niet, maar je kan er ook gewoon mee als hoofdverwarming werken. Je hebt natuurlijk een warmtepomp die de mensen kennen om je warm water te maken voor je vloerverwarming of voor je tapwater. Dat kan ook. Kan eventueel uit de grond de energie gehaald worden of ook uit de lucht. Daar zit ISDE-subsidie op. Op die lucht-luchtwarmtepomp zit geen subsidie. Dat is gewoon, het ziet men als een airco. Mm-hmm. Maar er zijn zeker wel subsidies te krijgen voor woningen. Voor het isoleren krijg je al een stukje subsidie. Het is gewoon een kwestie van even je goed voor laten lichten door een goede klimaatadviseur of een goede adviseur. Maar wat voor jouw huis nou eigenlijk de beste oplossing is. Het kan zelfs zo zijn dat je bijvoorbeeld bouwkundig het een en ander moet doen. Want je kan wel een huis gaan verwarmen op een hele mooie, duurzame wijze. Maar als je enkel steens muurtje hebt en je hebt enkel glas, noem maar iets geks, dan ben je zo je energie weer kwijt. Ja, precies. Dus ja, het is eigenlijk een totaal pakket aan maatregelen die ervoor zorgen dat je eigenlijk een beetje een duurzame woning creëert. En wat is nu het meest gekozen? Hè? Dus als we even de toekomst in gaan, 2024. Als ik nu mijn huis laat verbouwen, hoe zou ik het klimaat optimaal thuis moeten hebben wat helemaal verduurzaamd is? Nou, de vanuitgaande dat als je dan gaat verbouwen bijvoorbeeld, dat je dus met een goede aannemer overlegt over de schil. Hè, over de juiste isolatiewaarde van je glas, van je woning. De ventilatie is heel erg belangrijk. Je moet niet zorgen dat je al die energie weer zo naar buiten ventileert. En dan gaan we kijken van, neem je een stukje vloerverwarming. Je kan een stukje vloerkoeling nemen. Vaak worden de bovenetages. Kijk, ik ben opgegroeid in een woning. Als het buiten vroor, dan vroor het op de slaapkamers ook. Dus dat ik ben van huis uit gewend dat het boven koel moet zijn in de slaapkamer. Maar we kunnen daar een airco voor ophangen, voor in de zomer. Mm-hmm. En die ook kan verwarmen eventueel in de winter. Dan heb je helemaal geen andere verwarming meer nodig. Nee, dat zou ideaal zijn. Hè? Exact. En beneden vloerverwarming / vloerkoeling. En een tapwatervat voor je tapwater. Oh, ja. En afhankelijk van je gezin kan je die groter of kleiner maken. Hmm. En vloerkoeling, dat heb ik nog niet eerder gehoord trouwens. Nee, Vloerkoeling. Vloerkoeling is een mogelijkheid. Ja. Dus je kan dan, je hebt vloerverwarming, je kan een stukje vloerkoeling doen. Alleen het nadeel van vloerkoeling, vind ik persoonlijk, je kan niet lager dan een bepaalde temperatuur. Dat noemen ze, je kan niet onder het dauwpunt. Ja. Een glas cola die koud is of bier, die condenseert. Als een vloer te koud zou zijn, zou het condens, die heeft als eigenschap neer te slaan op het koudste oppervlak, zou een vloer nat kunnen worden. Dus het is een stukje topkoeling, noemen we dat. Maar echt een hele snelle comfortkoeling, die haal je toch echt uit een ander systeem. Gewoon echt uit een airco-systeem. Ja, ja. Dus wij weten er altijd een hele mooie mix in te maken en te adviseren. Ja, mooi, mooi. Ik merk dat je het nodige kennis hierin hebt. Hè. Wat is het meest gekke wat je de afgelopen tijd als ondernemer hebt mee mogen maken? Want ja, je hebt de overheid die bemoeit zich overal mee, hè, met verduurzaming. Wat, wat voor gekkigheid kom je het meest tegen? Nou, ik heb ook uitgelegd, we doen natuurlijk woningen. Maar we hebben net 167 woningen opgeleverd. Een groot project met warmtepompen. Dat noemen ze een dijk in. Kijk, een warmtepomp kan je binnen neerzetten. Dat zijn allemaal woningen die hebben dus binnen een warmtepompje staan. Die dus zorg draagt voor de warmte.
voor de koude, dus inderdaad die vloerkoeling. En een stukje tapwater. Op grote chillers boven, dat is Van Dijk in een systeem. Alleen daar is rekening mee gehouden. Daar is rekening gehouden met de elektra-aansluitingen, met de aanvraag van tevoren, met de trafo's, et cetera. Men weet wat men daar verbruikt, dus dat is ook neergezet bij de nieuwbouw. Mm-hmm. Als iemand dat nou wil in een bedrijfspand, zoals in Diemen zijn we nu bezig, en die man die wil echt serieus geld uitgeven om zijn bedrijf compleet te verduurzamen, hebben een heel mooi plan neergelegd. En vervolgens gaat hij naar de netbeheerder en zegt van, hey, zou ik een grotere aansluiting kunnen krijgen? Nou, hij wordt bijna uitgelachen, want hij krijgt gewoon geen grote aansluiting. Want ze zeggen, over 7 jaar bent u aan de beurt. Hoe dan? Wil je verduurzamen? Ja, maar dat is het grootste probleem in Nederland. En ik denk dat heel veel ondernemers daar tegenaan lopen. En ik heb er een glimlach bij, want je wordt ook woest. Het is bijna lachwekkend. We moeten allemaal naar elektrische auto's. We hebben zwaar gesubsidies gehad op die auto's. Ja. Warmtepompen worden gesubsidieerd. Maar aan de andere kant worden we tegengehouden. Dus aan de ene kant moeten we. Ja. En aan de andere kant houdt de overheid ons net zo hard weer tegen. Bizar. Die ondernemer moet nu waarschijnlijk een gasturbine neerzetten op zijn gasaansluiting die hij heeft. Echt? Om elektra te gaan creëren, om zijn systeem aan te sluiten. In de hoop dat hij dus in een aantal jaren toch nog zijn elektra krijgt en direct aan kan sluiten. Ja, maar zonnepanelen mocht hij ook niet meer dan een x aantal kilowatts opwekken. Mm-hmm. Mag niet meer dan zoveel. Dus we gaan nu kijken of we met batterijen kunnen werken. Dus het is vechten tegen de bierkaart. Maar dat is toch de omgekeerde wereld? Dit? Het is ook de omgekeerde wereld. Alleen de netbeheerders die wisten al dat er 30 jaar geleden al iets aan het net gedaan moest worden. Dat is gewoon niet gedaan. Ja. Dus we hebben een heel verouderd net. En dat is gewoon de komende jaren wordt dat ons probleem. Ja, maar hoe ga jij daar eens om als ondernemer zijn? Want als je dit ga je vaker tegenkomen. Ja, we kunnen gelukkig, omdat we zeer energiezuinige systemen gebruiken, kunnen we met de aansluitingen die de mensen in een woning hebben zitten, of die in de panden zitten bij bijvoorbeeld de utiliteit, kunnen we mee uit de voeten. Dus daar gaan we tegenwoordig ook vanuit. We gaan kijken, wat kan hij wel krijgen op zijn aansluiting? Dus kan hij verhogen in aansluitwaarde, bijvoorbeeld van zoveel ampère naar zoveel ampère. Maar wil je bijvoorbeeld echt verduurzamen en verder, dan gaan we ook kijken naar oplossingen met batterijen, met accu's. Oh ja. Want je kan namelijk heel goedkoop stroom inkopen. Soms, ik koop zelf ook bij mij, privé en zakelijk koop ik elektra in. En soms is dat op bepaalde uren in de nacht, betaal je niks voor je kilowatt. Dus als dat nou de uren zijn waarin jij je batterijen vult, kun je dat overdag weer gaan gebruiken. Ja. En dat management systeem, dat is de toekomst. Dus om al die disciplines bij elkaar te zetten, met elkaar te laten communiceren en te kijken zodat je een hele mooie balans kan creëren. Dus uiteindelijk zeg je, we gaan in de toekomst heen, hè, dat je sowieso accu's thuis hebt staan, batterijen, waarmee je energie gaat opslaan. Ja. En dat doe je dan het liefst in de nacht, zodat je het overdag kunt gaan gebruiken. Ja, want je kan niet zeggen van ik ga in de zomer met mijn zonnepanelen heel veel opwekken. Dat zet ik in een batterij, dan ga ik in de winter pas gebruiken. Dat kan niet, want je moet dus, het is eigenlijk een zonnepaneel in de zomer die zorgt tegelijk voor dat je datgene wat je verbruikt, dat je dat compenseert. Ja. En wat je teveel over hebt, dat mag je nu nog terugleveren, het salderen. Nou, dat is er veel over te doen, dat gaat er straks helemaal uit. Ja. Dus wat je nu krijgt is dat dus mensen al accu's gaan aanschaffen. Mm-hmm. Inderdaad, in de periode dat er heel veel wind is of dat er elektra te veel is op het net. Mm-hmm. We willen alle netbeheerders willen lozen, want dat zie je het maar als de druk wordt te hoog op het net. Dus dan kun je dat mooi in je batterij zetten en overdag kun je dat hergebruiken. Nou, daar gaat straks heel veel in gebeuren. Mm. En daar zal ook even jullie specialisme in zitten? Nou, kijk, wij zijn klimaatspecialist. Ja. We hebben niet alle disciplines in huis. We doen ook wel zonnepanelen, maar wij werken met partners binnen een groep. Dus we gaan kijken naar een project van wat heeft de partij nodig. En wij hebben in verschillende groepen waar we mee zitten, hebben wij die disciplines in huis. Ja, precies. Ja. Mooi. Hoe klimaatplan, hè? Want je bent nu al flink aantal jaar timmer je hart aan de weg. Hè? Mm-hmm. Enerzijds Nederland te verduurzamen en op het juiste klimaat te behouden. Ja. Waar sta je over 10 jaar? Ja, vind ik altijd lastig. Ben je 61? Ja, klopt. Goed. Nou, fijn dat je het nog even herhaalt. Dat is leuk. Ja. Heb je een bepaald doel? Nee, ja, heb ik een bepaald doel. Kijk, ik heb in het verleden bedrijven gehad, bedrijven verkocht, samengevoegd, ontvlecht. Ik heb het allemaal voorbij zien komen. Ik vind het altijd leuk om een bedrijf van scratch af aan weer te beginnen. Dat hebben we ook weer met Klimaplan gedaan. Ja. Mooi is dat. Ik heb... wat spreekt jou dat meest aan, om bedrijven van scratch af aan te zetten? Want mensen die, je hoort ook wel, bedrijven die verkocht worden, die ondernemer gaat dan niet meer een bedrijf starten. Dat doe jij wel.
Ja, wat ik leuk vind aan het ondernemen, dat vind ik echt het ondernemen. Weer beginnen, weer het bouwen, het neerzetten, dat netwerk wat je toch hebt. Je kan niet altijd een netwerk weer meenemen en relaties als je iets verkocht hebt. Maar je hebt toch altijd wel weer een bepaalde naam. Je bouwt iets op, je moet weer een kantoorpand neerzetten. Met de monteurs aan de slag, de projecten, de techniek gaat heel snel. Dus dat vind ik leuk. En op een gegeven ogenblik zeg ik wel eens, dan wordt het een kunstje. Want dan moet je consolideren, dat is ook heel erg leuk, en dan is het neerzetten. Dus wij proberen altijd wel te blijven ondernemen. En dan kom ik een beetje terug op jouw vraag van waar sta je over een tijdje. Zolang wij het leuk vinden en met z'n allen doen wat we doen, zien we groei. Maar ik kan nooit van tevoren voorspellen waar zien we de groei. We hebben corona meegemaakt, laten we hopen dat we dat gedoe niet meer meegemaken. Waarbij ondernemers ook in ons vakgebied, wij gelukkig niet, maar ook ons vakgebied flinke klappen hebben gehad. En die zomaar achteruit gezet zijn. Kijk naar de horeca, die hebben helemaal de klappen gehad, jammer genoeg. Ik weet het niet. Ik vind het leuk als ondernemer om mijn hobby uit te oefenen. Dit is mijn hobby. Mm-hmm. En als ik het niet meer leuk vind, dan heb ik al gezegd, dan stop ik ermee. Dus als ik het nog leuk vind in 10 jaar, ja, het zou zomaar verdubbeld kunnen zijn. Of verdriedubbeld, verviervoudigd, ik weet het niet. Ja. Maar je hebt niet een bepaald doel, bijvoorbeeld in omzet? Mijn doel is dat ik de mensen wil kunnen adviseren. Mm-hmm. We komen altijd vrij blijven het langs. We willen de mensen adviseren over wat is er nou te koop. En ik ga altijd ergens naartoe zo van, wat zou ik doen in dit huis of in dit pand, als het mijn pand was, met de kennis die ik heb van klimaatbeheersing en energietechniek. Vind ik het leuk om met mensen uit te leggen en een project te realiseren. Ja. Het is iets bouwen. We bouwen elke dag aan een project, klein of groot. Ja. Dat vind ik leuk. Volgens mij krijg je ook heel veel voldoening uit je werk. Ja. Niet het ondernemen is alleen leuk, maar het ondernemen is ook het ondernemen in zo'n project. Exact, als je op een project. We zijn nu, we mogen voor een goede opdrachtgever, mogen we een farmaceut verbouwen, de kantoorpanden. Ja. Dat moet binnen een bepaalde tijd gecreëerd worden. Dat moet heel energiezuinig. Dat moet met bepaalde systemen. Dat moet op een bepaalde manier gemanaged worden. Nou, ik vind dat de kunst om dat met een heel mooi team op een lean wijze zo'n project aan te pakken. Mm-hmm. En te zorgen dat we ook echt op tijd klaar zijn en dat er echt iets staat. Dus dat project is leuk. Maar zijdelings, daarnaast doen we ook juffrouw Jansen drieoog achter een airco op een slaapkamer. Of we bouwen een hotel nu even tussendoor met 40 kamers met luchttechniek erbij. Dus dat zijn allemaal losstaande projecten. En elke dag kom je weer daarmee een stapje verder. En ja. Ik doe het niet alleen, dat doe ik met een fantastisch mooi team om me heen. Ja. En hoe is, ik zit nou als kijker te kijken, ik wil mijn huis gaan verduurzamen, klimaatplan, prachtig mooi bedrijf. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Nou ja, kijk, er zijn heel veel aanbieders. Hè. Op Instagram zie je ze ook. Ik volg natuurlijk ook wat mijn conculega's doen. Dat vind ik alleen maar hartstikke leuk om te zien. Je kan heel veel advies, je kan heel veel dingen aanvragen. Ik zeg altijd, ga je gewoon eens even inlezen. Het voordeel wat wij hebben is dat wij zitten in Breukelen, we zitten in het midden van het land. Wij werken ook veel in de Randstad, dat is echt ons dingetje, voor 90% in de Randstad. Daar zit ook het Dijk & Experience Center. Wij zeggen altijd, als je iets wil, klop eens aan bij ons. We nemen je mee naar zo'n Experience Center. We laten zien wat de mogelijkheden zijn, we kunnen je voorlichten. Sommige mensen die zeggen, we gaan over een jaar verbouwen of we zijn voornemens iets te kopen. Wat kunnen we ermee? Nou, die gesprekken voeren we ook. Ja. Dus ik zou, laat je goed voorlichten. Ik zie dat ik een echte expert heb mogen interviewen. Leuk. Ik vond het een heel leuk interview. Ja, ik vond het ook heel leuk om het interview af te maken. Ik ben weer een stukje wijzer geworden. Goed zo. Ja, ja. En samen werken we ook nog natuurlijk. Maken we hele mooie short video content voor jullie. Ja, nou, daar zijn we heel erg blij mee. Want we merken toch wel dat mensen niet weten wat een airco is. Mensen vragen nog steeds hoe komt die lucht van buiten naar binnen toe. En dankzij jullie video's kunnen we de mensen ook iets vertellen over het systeem. Wat er is en wat er te koop is. Ja, nou mooi. Leuk. Zo versterken we de samenwerking. Zeker weten. Leuk. Ik wil je bedanken, Nick. Ik wil jou bedanken. En dat we de Loosdrechtsplas in zijn gesprongen. Ja, mooi hè? Ja, jeetjes. Dat was wel even de shock. Maar, abonnementje afsluiten. Ja, ja. Elke week. Dat we vaker gaan doen. Ja. Gaan we zeker doen. Ja, ja. Ik vond het echt een uitdaging. Ik vond het leuk. De eerste keer dat ik de koude water in sprong. En in Italië spring ik niet de zee in als die niet op temperatuur is. Nee. Maar er zijn heel veel die het niet willen. Maar als je helemaal de smaak te pakken hebt, dan laat je het niet meer los. Dus houd het vast. Ik ga het vasthouden. Goed zo. Ja, dankjewel.